Vrienden, welkom bij Harry 7. Ja, heel veel reacties gehad, heel veel opmerkingen gehad. Ook via YouTube tegenwoordig. Ja, leuk. Hey, luister even. De allereerste opmerkingen en vragen, die komen van Richard van Hoven, Ruud de Bruin en Teunis Wagenmakers. Ja, en die vragen aan mij, Harry, zeg jij eens even wat over dat gedoe in Staphorst. Nou, hallo, of ik daar iets over wil zeggen. Nou, ik bedoel, dan ontplof ik gewoon als ik dat lees en als ik dat zie. En ik heb al niks met geloof. Ik bedoel, goeiedag zeg. Ik bedoel, doe dat lekker op 5, 6 december en dan geloof je lekker in Sinterklaas. En dat is meer dan genoeg. En dan moeten die mensen daar in Staphorst onder het mom van geloof mogen ze doen en laten wat ze willen. Nou, dat is werkelijk te gek voor woorden. En dan mogen ze zo'n kerk vol laten lopen en er geen mondkapje voor. En ze mogen zingen en ga je gang maar. En voetbalstadions, daar mag helemaal niks. Terwijl dat in die kerk is binnen, voetbalstadions is buiten. En nou, het is belachelijk gewoon. En, ja, maar er is zo'n ChristenUnie en die SGP, ja, die hebben dus invloed daar in Den Haag, met zijn kabinet en noem het er maar op. En dan, ja, die roepen natuurlijk, laat mijn achterban met rust. En dan gaan lekker, en die kerken, die gaan hun gang maar. En die spelen hun eigen spelletje. Maar stel je voor, de ChristenUnie was er voor de voetbalstadions en voor de voetbalsupporter. Ja, en dat was hun achterban. Nou, dan hadden die stadions gewoon, was er niks aan de hand geweest. Dan had iedereen lekker naar het voetballen kunnen gaan. Nou, ik ben het daar helemaal mee eens met jullie. Ja, ze hebben het nu, geloof ik, ik las het net, teruggefloten. Ja, nu mogen er maar om 30 man in de kerk en ze mogen niet meer zingen. Ja, maar had dat dan van tevoren gezegd? Had dat dan eerder meegekomen? Nee. En altijd weer die voetbalsupporter aanpakken en, die, en dit, hè? Die allemaal, we zijn zo vroom. Maar we luisteren nergens naar, die mogen hun gang gaan. Boe! Martin Verijzer, ja, die vraagt aan mij, waarom blijven we maar hangen in die keepers die we hebben bij het Nederlands elftal? In Sillissen, in Krul, in Bissot, waarom gaan we, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het helemaal mee eens, Martin. Want ik denk ook bij mezelf, waarom gaan we niet eens een beetje doorselecteren? Er zijn natuurlijk toch talenten die aan de deur staan te kloppen. Tuurlijk, die zijn er. En dan hebben we het natuurlijk over die Drommel bij FC Twente. Haal die erbij. En wat dacht je van Bijlo? Hallo, Bijlo, ja. En ze strekken nog, haal Bijlo er niet bij, maar zet hem er gelijk ook even in. Dat kan ook met Nederlands elftal. Maar goed, het is nog allemaal natuurlijk heel voorzichtig allemaal. En daarom, hey Frank de Boer, selecteer gewoon even door. Dirk van der Zwam, die zegt tegen mij, die voetbalscholen, die ze allemaal hebben in Spanje, in Italië en in Duitsland. En hij zegt, hoe komt het nou dat wij in Nederland, want we hebben talent genoeg, dat we toch niet zoveel winnen als die landen? Wat doen wij dan fout? Ja, we doen in principe doen we dus niet zo heel veel fout. Het zit gewoon in de cultuur van die landen. Het heeft gewoon te maken met mentaliteit. Dat is waar het om gaat. Je hebt gasten nodig die werkelijk het gras opvreten. Daar gaat het om. Je hebt gasten nodig die echt tot het gaatje gaan. En krijg je die mentaliteit, die echt, die vuurvreters, dat er stoom uit de oren komt. Ambitie, drive, als je die hebt. En je hebt dan ook nog eens een keer het talent wat wij hebben. Ja, dan word je onoverwinnelijk. Dan ben je niet te verslaan. Die landen, die teren vaak op enorme mentaliteit. Op wilskracht, op willen winnen. En dat zit er bij de Nederlander vaak niet zo in. Omdat we nu een jeugd hebben die alsmaar zegt, ja maar. We zitten nu met een ja-maar-generatie. En die ja-maar die wil alles altijd maar weten waarom. Waarom? Waarom dit? Waarom dat? Waarom moet ik zussen? Waarom moet ik zo? Nee, doe nou gewoon. En vreet dat gras op. Daar gaat het om. En dat hebben die landen wel. En daar zit het verschil. Ron de Jong die schrijft,
Kan je even contact opnemen met Ralf Seuntjes en even vragen hoe het staat met zijn blessure? Hey Ron, heb ik gedaan. Ik heb hem vandaag gebeld. En ik belde hem op en hij zat in de bus. Ja, wat denk je? Onderweg naar Excelsior. Want ze spelen zo tegen elkaar. Excelsior de Graafschap. Ik zeg, nou, dat valt reuze mee. Hij zegt, ja, ik had een paar kleine scheurtjes in mijn enkelbanden. En al met al viel het wel mee. Dus, wat er gebeurt, hij gaat vanavond, gaat hij nog invallen waarschijnlijk, op het eind. 5 minuten, 10 minuten, maar hij gaat in ieder geval even meedoen. En aanstaande vrijdag, dan verwacht Ralf Seuntjes, ja, dat verwacht hij, dat hij in de basis staat tegen NAC. Hey, goed nieuws voor de Graafschap. Maarten Kassemeijer, die zegt, hey Harry, wat denk jij? Waren dat nou blunders van Bizot tegen Sparta? Nou, moet je horen, je moet er even heel goed naar kijken, hè, naar wat er allemaal gebeurt rond die Bizot. En de eerste is gewoon, is ook ongelukkig. Het is gewoon even concentratieverlies. Dat is wat het is. Moet je dat nou echt een blunder noemen? Hey, je kan ook een beetje pech hebben gewoon, hè, soms. En daar lijkt het bij hem een beetje op. Dat hij gewoon pech heeft gehad. Hij wou die bal misschien net zo onder zijn voet leggen. En die bal die schoot toch nog even weg. En dan leek het alsof hij hem naar die speler speelde. En ja, toen kreeg je geel en dan begint het dan mee, de ellende. En dan komt er ook nog eens een vrije trap en die gaat er dan ook nog eens in. Ja, dat is gewoon, ja, dan loopt het maar op, al die pech. En daarna, bij die tweede gele kaart, ja, ik weet het niet hoor. Hij komt er zo in en hij glijdt zo. Ja, het ziet eruit als een overtreding. Is het dan geel? Weet ik niet. Krijgt hij rood? Ja. Weer pech, alleen bij die ene goal, ja, die knal van afstand. Ja, dan wordt hij misschien wel verrast, maar ja, die had hij mogen hebben. Dus dat zou je dan één blunder mogen noemen. Maar het is ook wel, zo zou ik het willen omschrijven, heel veel pech. Aad Rauw en Ronald van Wijk, ja, die zitten helemaal in de maag met hun Ajax. Ja, de een wil iets positiefs horen over Ajax. En de ander die zegt van, ja, waarom was Ajax zo slap? En wat is daar nou aan de hand? Ja, jongens, zo zit voetbal en sport in elkaar. Soms gebeuren dat soort dingen gewoon. En soms zijn ze ook niet te verklaren. Want geloof mij maar, want nou begint iedereen, ja, over Ten Hag. En is de magie van Ten Hag uitgewerkt. Dat las ik dan op YouTube. En is het klaar met Ten Hag? Ach, dat is natuurlijk onzin. Ten Hag die heeft het allemaal nog helemaal onder controle. En ze hebben gewoon, Ajax had gewoon een off day. Dat is wat het is. Ja, Ajax speelde gewoon slecht. Ja, en niet een beetje, heel erg slecht. Ja, en als je dan tegen een heel verbeter en venijnig FC Groningen komt, ja, dan ga je de Bietenbrug op. Dan verlies je gewoon, ja, met 1-0. En dan kun je weer de bus in en terug naar Amsterdam. Zo zit het voetbal soms in elkaar. Want kijk eventjes naar Manchester United. Wat denk je daar nou van als je daar supporter van bent? Krijg je gewoon thuis met 6-1 op je kloten. En wat denk je van Liverpool? Die gaan opgewekt vrolijk naar Aston Villa. En die gaan daar met 7-2 de boot in. Hé, hey, wat denk je daarvan? Dat kan dus allemaal gebeuren in sport en in voetbal. Dat je ineens tegen zo'n off-day en een rare uitslag aanloopt. En ja, het hoort erbij, hè? Verliezen. Bas van Eerde en Wieberen Veestra. Ja, die vragen aan mij. Wat vind je ervan zonder publiek? Ja, natuurlijk is het niks. Nee, dat is natuurlijk huilen met de pet op. Ik bedoel, het publiek is, mis je de 12e man, zeggen ze. Ja, natuurlijk missen we de 12e. Wat dacht je in de Kuip alleen al, mis je de 12e man? Dat zal toch wel? Tuurlijk mis je de 12e man. Of het publiek sowieso. Want het publiek kan voor hele rare dingen zorgen tijdens een wedstrijd. Ze kunnen de scheidsrechter een beetje beïnvloeden met hun gefluit en met wat ze zingen. En ze kunnen ook een wedstrijd laten kantelen. Ze kunnen ineens heel fanatiek achter de thuisploeg gaan staan. En hup, en dan krijgt zo'n wedstrijd
ineens een heel ander aanzien. Dus daar heb je allemaal mee te maken. Die invloeden zijn er nu allemaal niet. Weet je wel, los van de sfeer en alles wat erbij komt kijken. Dus of ik het mis? Ja. Even een kort vraagje tussendoor van Peter Wind. Of ik straks naar de VI ga kijken? Nee, Peter, nee. Dat heb ik toen al gezegd. Na dat hele gedoe van de zomer. En toen heb ik al gezegd van nee. Ik ga niet constant naar toneelstukjes zitten kijken. Nee. En dus ja, dan geen VI meer voor mij. Nee. Ja, en dan heb ik natuurlijk uit Rotterdam ook behoorlijk veel reacties gehad natuurlijk. Ook op YouTube van mensen die zeggen, ja, Feyenoord heeft wel gewonnen. Maar vind je dan dat Feyenoord zo goed gespeeld heeft? Nee, dat vind ik niet. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, Willem II was echt nergens. Ik bedoel, wat die daar liepen te doen op dat veld. Nou, dat mag echt Joost en God weten. Geen idee. En dan vraagt Dirk-Jan Hemme, die zegt tegen mij, ja, moeten ze zo'n Cirkzee? Moet Feyenoord die halen, zo'n spits? Ja, ik weet niet of ze dat kunnen betalen. En geen idee of zo'n jongen dan bij Feyenoord wil spelen als hij van Bayern komt. Dat weet ik dus allemaal niet. Dick heeft laten weten dat hij er een spits bij wil hebben. En dat hij een beetje, ja, oneenigheid heeft met die directie van Feyenoord. Ja, hè, maar dat is ook niet zo moeilijk, want die hebben er echt geen kijk op. Het feit dat Dick dat nu zegt, dat wil zeggen dat ze laaiende ruzie hebben gehad. En dat Dick daar nu mee naar buiten komt, want normaal zou Dick daar niks over zeggen. Dan zou hij denken, oké, ik hou het intern en laat me gaan. Maar Dick komt er dus niet uit met die directie van Feyenoord. Dus die denkt, nou weet je wat ik doe? Ik gooi het maar in de publiciteit, huppatee. Ik zet ze een beetje onder druk. Dus dat betekent dat er heel veel herrie is geweest daar bij Feyenoord over het aantrekken van een nieuwe spits. En die wil Dickie wel hebben, want ja, die Jurgensen, ja, dat is hem dus even niet, want die is constant geblesseerd. Dat is nog erger dan de man van glas. En de boze Niek, dat is hem dus ook helemaal niet. Dat hebben we gezien. Die kennen dus niet zo heel veel van. Nou ja, gevolg dat Dickie zegt, dan moet ik er een mannetje bij hebben. Dan moet ik een nieuwe spits. En die directie van Feyenoord, ja, die hebben geen geld natuurlijk. As usual, geen geld. Dus die verkopen nee aan Dick. Ja, nou, en Dick boos. En nou, ja, daar zitten we dan mee. En ik denk dan bij mezelf, als ik de Feyenoord-directie was, dan zou ik gewoon die Dickie niet zo boos maken. Nee, wees nou blij dat Dickie bij Feyenoord wil werken. Ja, ja. En dan ben ik het eens eigenlijk met Martijn Krabbedam, ja, de VI Feyenoord-watcher, die zegt, kijk uit, want anders gaat Dickie er ook nog vandoor in de winterstop. En dat, ja, dat kan zomaar gebeuren, hoor. Ja, kijk uit, Feyenoord. Nou, de laatste. Cor Zandstra. Of ik het goed idee vind dat Davy Klaassen terugkomt bij Ajax, ik weet het niet. Cor, ik heb geen idee. Nee, ik twijfel daar enorm over. Vind ik Davy nou zo'n geweldige speler? Is wel een jongen met pit. Er is wel een gozertje met drive. Maar hij is gewoon een goede voetballer. Dat is Davy Klaassen. Dat bleek wel, want toen hij van Ajax, toen ging hij naar Everton toe. En ik weet nog, Ronald Koeman was daar toen trainer. En die ken ik goed. En toen zei ik, Ronald, ik weet het niet hoor, met Davy Klaassen. Ik weet niet of dat goed genoeg is voor Engeland. En wat bleek? Het was niet goed genoeg voor Engeland. Nee. En toen is hij daar weggegaan. En is hij naar Bremen gegaan. En bij Bremen, nou ja, oké. Aardig. Maar ook niet goed genoeg voor het Nederlands elftal. Nee. Nooit uitverkoren. Dus denk ik bij mezelf, is hij dan wel een enorme versterking voor Ajax? Ik bedoel, hij is niet heel goed. Hij is niet heel erg goed, Davy Klaassen. Davy Klaassen is goed. Nou ja, en ja, misschien hebben ze hem gehaald voor de breedte. Dat zal het zijn. Nou goed, in ieder geval jongens, dit was hem. Dit waren alle vragen die ik gehad heb. Ja, niet allemaal, maar een heleboel ervan. Dank jullie wel voor alle opmerkingen en alles wat je geschreven hebt. En hey, luister goed. Volgende week ben ik er weer met Harry Zeven. Bye bye.